laatste deel van Metal for Dummies, deel 7. Wat gaan we vandaag doen? We gaan kijken naar hoe je een gitaar afstelt. En voordat dat zover is, eerst even over de gitaar. Dit is een Gibson Flying V Ebony 1968. Dit is een van de meest iconische modellen, zeker uit de metal scene. Maar deze gitaar is in eerste instantie eind jaren 50 ontwikkeld door Gibson. En was de tijd ver vooruit, want in het begin verkocht het voor geen meter. En het werd nog in de jaren 60 wel opgepakt door wat bluesgitaristen. Maar pas eigenlijk in de jaren 80 is het heeft het een vlucht genomen, vooral in de thrash metal scene. Nou, wat kenmerkt deze gitaar? Hij ziet er heel lang uit, maar hij heeft wel de gewone Gibson scaling, namelijk 24,75 inch. En ook hier heb ik een kill switch ingebouwd. Ik heb de kam, die heb ik vervangen door een grafiet kam. Die is en sterker en die zorgt voor een wat meer langer systeem, dus dat de snaren wat langer doortrillen. Je ziet hier hallucinator staan. Ja, dat is eigenlijk de bijnaam die mijn bandleden me ooit een keer gegeven hebben. Die noemen me steeds de hallucinator. Dus ik vond het wel leuk om dat hier op te plakken. Nou, verder heb ik een keer deze brugelement vervangen door een Frankenstein element. Maar dat was toch niet zo'n succes, dus nu zit gewoon de originele elementen erin. Dan even van hoe hoog hou je eigenlijk een gitaar? Nou, ik heb daar eigenlijk een theorie over. Dat is, dit is een natuurlijke houding. Alleen, om je gitaar nou zo vast te houden, dat werkt niet. Dit is ook een natuurlijke houding. Maar ja, in de metal, zo hoog spelen, ja, dat vind ik niet uitzien. En met zo'n Flying V. Ik heb gitaristen zo zien spelen, maar dat kan echt niet dit. Dus is de enige logische positie, is hier. Je snapt wat ik bedoel. Dus, ik vind het lekker om laag te spelen. En het is misschien even wennen, want je pols maakt wel een bepaalde knik. En meer dan hier. Je ziet heel veel scherps, moet ik bijvoorbeeld heel hoog houden. En de stuur met de gasten, die moet je laag houden. Oké, dat voor wat betreft de gitaar. Dan even een effectpedaal, een wah. Of wah-wah pedaal. Ik gebruik de Exotic wah. Dat is een van de meest veelzijdige wah-pedalen die je kan krijgen op de markt. En een wah-pedaal klinkt eigenlijk zo. Je kent misschien Voodoo Child van Jimi Hendrix, waar dat heel prominent in beeld komt. Het is een heel veel gebruikt instrument. En het voordeel van een wah is, als je ermee speelt, dan lijkt het dat je sneller bent dan je bent. Dus om een voorbeeld te geven, stel ik speel een solo. Nou, dat klinkt al heel wat, want ik alleen maar dit doe. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Oké, we gaan aan de slag. Oké. Het onderhouden, afstellen, etc. van je gitaar. Laten we eerst beginnen met het onderhouden van je gitaar. Voor het welzijn van je instrument is het belangrijk om de gitaar schoon te houden. Vooral de hals en het fretboard. En daar zijn verschillende middeltjes voor op de markt. Nou, dit is een gelakte body met een lak. Dus die kun je rustig zeg maar schoonmaken met iets als dit. Een was. Een waslaag vergelijkt met de autowas. Autowax. Daarmee kun je de body en in dit geval ook de hals goed schoonmaken. Voor het fretboard. Fretboard dat gaat altijd helemaal vol zitten met je zweet en dat droog weer op en wordt weer vies. En echt de bron van bacteriën en gorigheid. En dat komt je toon ook niet te goede. Dus,
Wat gebruik ik hiervoor om het fretboard schoon te maken? Dat is nou, in dit geval is dit spul van Harley Benton, dat is Guitar Care heet dat, kost een paar euro. Daar maak ik het fretboard eerst mee schoon en dan met een droog doek veeg ik hem af. En vervolgens smeer ik hem in met lemon oil, zoals citroen of limoenolie. Let op, dat is alleen geschikt voor rosewood en niet, ik herhaal, niet voor een maple. Hals, een fretboard. Dus niet voor een blanke fretboard, alleen voor rosewood. Ja? Snaren. Die vervang ik ongeveer één keer in de drie, vier maanden. Afhankelijk van hoeveel ik speel, maar dat is ongeveer grosso modo. Wat ik doe met een hardtail, dus dit, is ik haal ze er allemaal in één keer af. Maak ik de gitaar helemaal schoon. En vervolgens plaats ik één voor één, begin ik met de dunne, eindig ik met de dikke snaar, plaats ik de snaren er weer op. Als de snaren erop zitten, dan maak ik ze nog een keer schoon met fretvast. Dat smeer je erop, waardoor de snaren iets gladder worden. Ik vind dat lekker, het ruikt ook heerlijk trouwens. Maar goed, ik vind het lekker, dat maakt de snaren net iets gladder. Het is makkelijker om wat sneller van positie te kunnen wisselen. Nou. Voor een gitaar met een maple fretboard gebruik ik dit spul. Hier zit geen limoenolie in, dus dat is niet schadelijk voor mijn fretboard. Ja? Dus deze voor maple fretboard. Deze gebruik ik voor een rosewood. En deze gebruik ik voor een ebony fingerboard, dus die hele zwarte. Oké. Okay. Ik leg deze heel even aan de kant. Dan pak ik even de gitaar met de zwevende Floyd Rose Bridge. Snaar hierop vervangen is een heel ander verhaal. Hier is het handigst om de snaren één voor één te vervangen. En waarom? Omdat op het moment dat je alle snaren eraf haalt, dit is een zwevende brug, dan duurt het heel lang met stemmen, net zo lang tot hij weer helemaal in tune is, helemaal goed gestemd. Dus het is handig om steeds één snaar eraf te halen, nieuwe, stemmen, volgende snaar eraf, nieuwe erop, stemmen, volgende snaar. Dat gaat een stuk sneller. Voor het onderhouden van deze gitaar gelden precies dezelfde eisen zeg maar, als de andere gitaar. Hierachter, hier zitten veren van die zwevende brug. Stel nou dat je vindt dat het allemaal te los zit of die door de spanning komt die snaren komt die brug te fel naar voren, zeg maar zo. Dan kun je hierachter de veren afstellen of er eventueel een veer bij plaatsen, waardoor je weer helemaal horizontaal is. Hij moet echt helemaal horizontaal liggen. Dan is hij goed afgesteld. Dus niet omhoog, niet naar beneden. Helemaal recht. Ja? Dan. Hoe stel je de gitaar nou af dat hij lekker speelt en ook goed klinkt? Nou, het eerste wat je doet is kijken. Je kijkt van bovenaf op de hals. Tussen de snaar door. Dan leg je vinger op de laatste fret en vinger op de eerste fret en dan kijk je of de snaar nog steeds vrij kan bewegen. Is dat niet zo, dan staat de hals te ver naar achteren en dat betekent dat je in dit geval hier onder dit kapje, vandaar dat die van IV zo makkelijk zijn, betekent dat je de trusrot zoals het heet, dat je die los moet draaien zodat de hals weer ietsjes kan krommen. Dus ga niet dan de snaren hoger zitten stellen, maar zorg eerst dat je de juiste kromming
in je hals hebt. Nou, als dat zo is, dus deze snaar die beweegt vrij, dan ga je kijken van, nou, heb ik nou de juiste, de hoogte? En dan kun je afstellen met deze stelschroeven, om ervoor te zorgen dat de snaar op de juiste hoogte, en dat is subjectief, hè? Sommigen die houden van een hoge actie, zoals het heet, anderen een lage. Shredders, zo laag mogelijk. Bluesgitaristen, vanwege een harde en felle aanslag, vaak wat hoger, zodat de snaren niet gaan resoneren over de andere frets. Dus dat is puur subjectief. Maar dan, intonatie van de gitaar. Om ervoor te zorgen dat als je speelt en je slaat hier bijvoorbeeld D aan, dan kun je kijken op je stemapparaat of dat ook daadwerkelijk een D is. Maar je kan hem al hier gestemd hebben, met losse snaren, en is hij helemaal goed gestemd. Maar op de fret zelf kan er een hele andere, ja, dan kan hij afwijken. Dus wat ik altijd doe is, ik pak ze op de 12e fret. Ja, dus als de losse snaar een E is, dan moet hij hier ook exact een E zijn. Is dat niet zo? Dan moet je met deze zadeltjes moet je de afstand afstellen tussen hier en hier. Oké, hoe gaat dat nou in zijn werk? Je steekt er een schroevendraaier in en je gaat draaien. De vraag is natuurlijk nu welke kant op. Nou, stel dat hij iets meer aangeeft, iets hoger dan E, klein stukje, dan betekent dat dat dit stuk te kort is. Waardoor dit zadeltje dus iets naar achteren moet. Waardoor de lengte hiervan groter wordt. Totdat je inderdaad hier ook dan die E hebt. En wel zorgen dat je steeds, en controleer er steeds, ja, dat die los nog steeds goed in E is en hier ook nog steeds goed in E. Is hij net iets minder dan een E, dat betekent dat die lengte te lang is, waardoor dit zadeltje iets naar voren moet om weer op die E te komen. Nou, en zo doe je dat voor alle snaren. De hoogte van de elementen, of de pickups, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Het is in ieder geval zo dat ik heb altijd bij de onderkant van de pickups, dus bij de dunne snaren, iets hoger staan en bij de dikke snaren iets lager. Omdat de dikke snaren van oudsher meer volume geven de dunne snaren minder. Waardoor als je het ietsjes kantelt, dan kun je zeg maar het volumeverschil tussen de verschillende snaren kun je reduceren. En dan heb ik hier aan de volk aan de bovenkant ongeveer 2,4 mm. En aan de andere kant 1,6. Ja, dus dat zou je kunnen aanhouden. 2,4, 1,6. Maar goed, je kan ook gaan luisteren, inpluggen en hem afstellen zoals jij denkt dat hij het beste klinkt. En dit is voor mij het beste. Even kijken. Dan pak ik nog even, want voor een Floyd Rose is het afstellen iets anders. Het basisprincipe is hetzelfde, alleen je zit met deze brug. Deze zadeltjes die zijn minder makkelijk te verschuiven als met de schroefdraaier. Want je moet hem losdraaien, met handmatig ietsje verstellen, vastdraaien, stemmen, etc. Maar het principe blijft hetzelfde. Ook hier geldt intonatie en het testen of die daadwerkelijk hier ook E is. En dan met deze afstandbusjes zorgen dat hij de juiste afstand krijgt, zodat hij op alle frets ook echt klinkt zoals hij zou moeten klinken. Dat is het, denk ik. We gaan een liedje spelen. Tot de volgende keer.